Ed Sheeran, Curtains. En dan gaan we het hebben over het onderwijs. Daar zijn allerlei problemen, maar het meest in het oog springende misschien wel het lerarentekort. Reden voor Hart voor Den Haag om met een 7-puntenplan te komen om dat lerarentekort voor eens en voor altijd aan te pakken. Dan ga ik over praten met Hart voor Den Haag raadslid Koen Bom. Welkom, goedemiddag. Ja, goedemiddag Tom. Leuk. Ja, dat lerarentekort, wat zijn daar de belangrijkste oorzaken van volgens jullie? Nou, er zijn heel veel oorzaken, maar gek genoeg is een van de dingen die het meest hebben veroorzaakt, is het feit dat we beter zijn gaan betalen. Dat wil zeggen dat heel veel mensen hebben gekozen om meer in deeltijd te werken. En dat moet dan weer worden opgelost door middel van inhuren van uitzendkrachten en ZZP'ers. En dat is eigenlijk een vicieuze cirkel waar we nu in zitten. Een catch 22, om het goed in het Nederlands te zeggen. Want de werkdruk is gigantisch hoog. Dat is ook een van de redenen waarom steeds minder mensen kiezen voor het onderwijs. Nou, dat wil je dan dus opvangen met ZZP'ers. Maar die doen geen jaartaken en die kiezen hun eigen uren en hoeveel dagen ze willen werken. Die zijn best wel in control. Ze hopen in het Engels. Maar in ieder geval, ze kunnen dus een beetje eisen stellen en dat doen ze dan ook. Daar zijn de scholen van afhankelijk en daardoor wordt die werkdruk weer groter. Want de vaste leraren moeten dan dus die jaartaken oppakken. Ja, en dat, die visuele cirkel, daar willen jullie met dit 7-puntenplan eigenlijk uitbreken. Nou, laten we even gewoon aan het begin beginnen van dat 7-puntenplan. Want jullie willen in ieder geval parttimers verleiden om fulltimer te worden. Waarom? Ja, nou, het is gewoon als een gegeven. Dat is niet alleen het onderwijs, maar dat is eigenlijk met het hele personeelstekort in heel Nederland is het zo dat als iedereen maar één dagdeel meer zou gaan werken, dan hebben we het hele probleem al opgelost. Dus die trigger die moeten we zien te vinden. Zorgen dat mensen dat gaan doen. En dan kunnen we echt een belangrijke stap zetten. Ja, en dat willen jullie doen met zorgen dat er ook in geld een extra bonus tegenover staat, hè? Zeker, maak het interessanter. Dat kan ook door belastingvoordelen zijn. Dus dat is een landelijke beslissing, hoor. Dat begrijp je niet verkeerd. Maar zorg ook als stad Den Haag dat je, ja, wij noemen dat de rode loper uitlegt. Dus dat er mensen worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld parkeerontheffingen. Door het zorgen dat ze voorrang krijgen bij het krijgen van een huis. Dat soort zaken. Ja. Daarmee kun je natuurlijk wel een belangrijke signaal afgeven richting de mensen om te kiezen voor het onderwijs. Ja, nou is dat met dat parttimers verleiden om fulltime te worden, is een beetje de vraag, is geld daar nou de juiste motivator voor? Want steeds meer mensen, ik denk ook zeker aan leeftijdsgenoten van mij, ja, die willen gewoon sowieso niet fulltime werken, die willen gewoon tijd voor leuke dingen overhouden. Dus die zeggen, nou, ik wil sowieso één dag in de week vrij. Ja. Nou ja, als het één dag in de week zou zijn, is prima. Maar ga je 20 uur werken, dan wordt het wel een probleem. Dus wij willen proberen om in ieder geval te zorgen dat je iets meer gaat werken. En dat is natuurlijk ook een landelijke discussie, hè, dat meer werken. Maar de vraag is, gaan mensen dat met meer geld, gaan ze dat over doen? Of vinden ze hun vrije tijd toch zo belangrijk dat een extra bonus daar ook niet gelijk verandering in brengt? Nee, zeker, je moet ook niet willen nastreven dat iedereen 5 dagen gaat werken. Dat geloof ik ook niet, dat we dat meer voor elkaar krijgen. En dat is misschien ook nog best wel goed ook. Alleen een beetje meer zou wel heel fijn zijn. Ja. Ik zie het toevallig aan mezelf. Als je meer gaat werken, loont dat te weinig in Nederland. Ja, nou, je zou ook kunnen zeggen, verruim het salaris voor parttimers. Dan heb je misschien meer mensen voor wie het aantrekkelijk wordt om met onderwijs te werken. Want die denken, nou ja, het is maar 3 dagen per week. Maar dan heb je on the whole, zeg maar, heb je wel uiteindelijk meer mensen. Ja, maar dat zie je dus nu al gebeuren. Dat die bedragen zijn al behoorlijk hoog. He, ook voor scholen worden ZZP'ers en uitzendkrachten worden eigenlijk bijna onbetaalbaar. Nou, dan krijgen we daar weer een probleem mee. Want de financiering van de scholen komt onder druk te staan. En noem maar op, dan gaan de schoolreisjes gaan sneuvelen. Dus dat moeten we allemaal niet willen. Dus Ik denk dat het aan die kant niet zit. Ja, die rode loper die je net noemde. Hè? Zorgen dat mensen, dat het aantrekkelijk is om in het onderwijs te werken. Door dus ook allerlei andere voordelen te bieden. Zorgen dat je een voorrang kan krijgen op een woning, gratis parkeren, reiskostenvergoeding, al dat soort dingen. Moet je dat ook niet voor andere sectoren doen waar we hard mensen nodig hebben? Want er zijn in meer sectoren personeelstekorten. En dan denk ik ook met name aan de zorg. Dan denk ik ook met name aan de politie. Ja. Zouden daar niet diezelfde regels voor moeten gelden? Nou, je kan zo bij onze partij. Want dat is precies het. Dat staat in het verkiezingsprogramma van enkele jaren geleden al. Dat is precies de doelgroep die wij willen aantrekken. Dus ook leraren en ook agenten. Ja. En zorgmedewerkers. Ja, dan zou mijn eerste vraag zijn op het moment dat ik bij jullie partij kom. Maar op het moment dat we iedereen voorrang gaan geven, dan hebben we eigenlijk niks opgelost. Nee, het grootste probleem is natuurlijk dat er geen huizen zijn ook. Hè? Dat is probleem 1. Laten we daar eerst eens mee beginnen. Maar dat gaat nog niet heel lekker met het huidige college. Dus laten we daar eerst mee starten. En dan, als je dan gaat verdelen, ga dan kijken of dat je voorrang kan geven aan de beroepen die we het hardst nodig hebben. Ja.
Maar wat zou daar dan de... Want hè, op het moment dat je toch nog met die schaarse huizenmarkt zit... ja, moeten leraren dan de meeste voorrang krijgen? Moeten zorgmedewerkers de meeste voorrang krijgen? Moeten politiestudenten de meeste voorrang krijgen? Ja, dat is natuurlijk een iets te makkelijk gestelde situatie. Je moet gewoon kijken, wat is het aanbod? Wat zijn de mogelijkheden? Welke leraren dienen zich aan? Hè? Want dat zijn er nu maar 23 geweest de afgelopen periode. Vind ik schrikbarend weinig. Maar misschien is er ook wel geen meer aanbod geweest. Daar hangt het natuurlijk ook vanaf. Nee, maar ik bedoel meer een kruispunt waar iedereen voorrang heeft. Daar begint iedereen tegelijk te rijden. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ik denk dat de onderwijs, ik denk dat iedereen dat wel met me eens is. Daar begint natuurlijk het leven van iedereen. Slecht onderwijs betekent vaak een slechte loopbaan. Betekent vaak verloedering. En daar moeten we toch echt op het meest op inzetten. Ja, dus onderwijs meer voorrang dan zorg en politie. Ja. Nou hebben we het over die werkdruk. Die noemde je net al even. Hè? Want werk in het onderwijs kan ook gewoon best zwaar zijn. Nou las ik een van die punten in dat 7-puntenplan. Je hebt dat passend onderwijs waar ze op een gegeven moment mee gestart zijn. Hè? Dat meer mensen niet naar het speciaal onderwijs gaan. Maar dat die toch in een normale klas zeg ik maar even terechtkomen. Maar dat zorgt soms best wel voor leerlingen met gedragsproblemen in een normale school. Jullie zeggen, zorg nou toch dat die mensen eerder naar het speciaal onderwijs toch worden doorverwezen. Nou lees ik ook bij de Algemene Onderwijsbond dat het lerarentekort nergens zo groot is als in het speciaal onderwijs. En daar gooien we dan straks allemaal extra leerlingen over de schutting. Nee, dat is een heel groot probleem hoor. Dus dat hebben we ook niet zomaar opgelost door dat even hier in het 7-puntenplan even neer te zetten. Maar het is wel inmiddels gebleken en de experts weten dat, want wij schrijven dit wel op. Maar we horen dat natuurlijk uit de monden van mensen die er echt wat van af weten. Dat het speciaal onderwijs, dat is echt een ontzettend belangrijke tak. Dus als we daar beter op inzetten... dan is dat de moeite waard om daar ook wat meer leraren heen te gooien. Dat is te gooien, te werven. En dat, daar zouden we zeker op moeten inzetten. Maar dat is niet zomaar gebeurd. Want speciaal onderwijs, het woord zegt het al, dat vergt ook speciale skills. Dus ik vind het belangrijk dat we daarop inzetten. Maar dat is echt een opgave. Ja, maar moet je dan totdat dat geregeld is... Ja, dit is ook een visuele cirkel natuurlijk... maar toch niet proberen naar zoveel mogelijk leerlingen die niet... echt helemaal puur afhankelijk zijn van specialistische hulp... toch nog zo lang mogelijk in het normale onderwijs te houden... zodat ze niet de keten zeg maar, in het speciaal onderwijs verder opstoppen. Ja, nou ja, je ziet gebeuren dat niet anders gaat. Dus daar zullen we niet aan ontkomen. Ik weet wel dat er nu binnen de Raad ook andere partijen zijn... die ook hebben gepleit om het speciaal onderwijs weer voorrang te geven. Het is een nobel streven, maar het is niet van de een op de andere dag geregeld. Nee, precies. Dus daar moet echt... Het is een 7-puntenplan met een vrij lange adem. Ja, natuurlijk. Ja, het is helaas allemaal niet... als het allemaal zo makkelijk was, dan deed iedereen het wel. Nee. Tot slot willen jullie ook mensen die zijn afgehaakt motiveren... om toch weer hun PABO-studie op te pakken... of weer terug in het onderwijs te komen op het moment dat ze daar vertrokken zijn. Onder andere las ik ook door naar de eisen van de PABO te kijken... en soms ook onderwijsassistenten toch meer als vakdocenten in te zetten. Lever je daar geen kwaliteit mee in? Zeker, zeker. En het probleem daarvan is ook... het moet niet scheef gaan groeien dat de verhouding te erg wordt. Maar we zitten nu echt wel... Ja, het woord crisis probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar we zitten in het onderwijs wel met hele grote problemen... en hele grote uitdagingen. Dus we zullen een beetje creatief moeten zijn. En dan is het inderdaad ofwel zorgen dat senioren... die inmiddels gepensioneerd zijn, om die weer te verleiden... om een aantal uren voor de klas te gaan staan. Of dus inderdaad die PABO-studenten, waar ik van schrok... hoeveel er in het eerste jaar afhaken... probeer die weer aan boord te krijgen. Hè? Misschien wel een jaar later of 2 jaar later zelfs. Kijken of je ze weer eens aan boord kan krijgen. En het vak is natuurlijk mooi, dat vindt iedereen. Anders geef je je ook niet op voor de PABO. Dus misschien met een klein beetje, een beetje goede wil... kunnen we echt wel zorgen dat er een aantal zich weer gaan toewijden aan het onderwijs. Ja, je hebt ook scholen in het land die op een gegeven moment... wat minder lesuren zijn gaan geven. Met het deels probleem van, joh, we krijgen het gewoon niet gevuld anders. Maar ook wel het idee, ja, we willen liever dat de uren die wij lesgeven... dat die van goede kwaliteit zijn. In plaats van dat we de uren opvullen met mensen die je eigenlijk niet voor de klas... wil zetten. Nee, nou dat laatste is natuurlijk inderdaad een hele begrijpelijke. Maar ik heb het ook niet over mensen die helemaal niks kunnen. Geen muppets. Het moeten natuurlijk wel mensen zijn die enige vakkennis hebben. Het hoeven niet precies afgestudeerde PABO-studenten te zijn wat ons betreft. En wees daar een beetje creatief in, maar uiteraard wel met het oog dat kwaliteit voorop staat. Goed. We gaan hier zo verder over praten. Ook over die soort gedragsregels. Plan wat jullie daarvoor gemaakt hebben. Daar komen we zo op. Even tussendoor ruimte voor muziek. Ja, ik probeer altijd iets in een thema te vinden. En er is een Haags bandje. De Hake Idiots. Die hebben het fantastische nummer Schools Out. Dus daar gaan we naar luisteren. Just having a good time tonight. And if I think about it,
next year. Why didn't I tell you I will miss you? Have I even crossed your mind? Or did you leave last year? The Hank Idiots, School's Out. Mocht je nog twijfelen hoe dit nummer heet, na heel veel herhaling. Goed, nog steeds hier in de studio zit Hart van den Haag, raadslid Koen Bom. En we hebben het eigenlijk over een aantal plannen die Hart van den Haag heeft voor het onderwijs. We hebben net het over het 7-puntenplan gehad om het lerarentekort aan te pakken. Maar er is nog een plan waar jullie mee komen. Want wat we net al benoemden, eigenlijk de grootste reden waarom leraren op een gegeven moment ook stoppen in het onderwijs, dat is die hoge werkdruk. En onderdeel daarvan is ook de veiligheid op scholen. Nou, daar hebben jullie een plan voor, de uniforme gedragscode onderwijs. En het gaat er eigenlijk om dat op alle scholen eigenlijk dezelfde regels gaan gelden. Ja, daar komt het wel op neer. Het is nu heel erg afhankelijk van hoe streng je rector is. Of je zwaar wordt aangepakt of minder zwaar. En ik vind het eigenlijk dat voor een misdraging, als die ernstig is uiteraard, dat dat wel in de hele stad dezelfde gevolgen zou moeten hebben. Want zijn er dan scholen in de stad waar jullie signalen hebben dat er wel heel soft behandeld wordt? Ja, of andersom, dat er heel erg streng wordt opgetreden. Mensen snel van school worden gestuurd en bij andere scholen dat dat helemaal niet het geval is. Nou, dan vinden wij dus dat onwenselijk. Maar het is niet alleen richting leerlingen, maar het is natuurlijk onderling ook leraren zelf, hè, hoe die moeten worden aangepakt, wat je als ouders kunt doen, waar je dat kan melden als er iets is wat je niet bevalt. Dat verschilt ook per school. En maar is het niet belangrijk dat je toch een soort maatwerk kan leveren? Hè? Want die scholen die kennen hun leerlingen en die weten bij wie wat strenger optreden helpt, bij wie wat minder streng optreden helpt. Dus ik moet een beetje denken, ze hebben op een gegeven moment is er vanuit de politiek zijn er minimumstraffen aan rechters opgelegd. En daar waren die rechters heel ontevreden mee. Die zeiden, ja, dan kunnen we geen maatwerk meer leveren, want we moeten van jullie minimaal zoveel jaar cel opleggen bij een bepaald vergrijp. Terwijl dat misschien uit onze expertise helemaal niet de beste keuze is voor deze persoon. Nee, maar ook die maatregel kwam natuurlijk ergens vandaan. Dat was op een gegeven moment te erg afhankelijk van een rechter, of die bijvoorbeeld sympathiseerde met het klimaatdoel waar je voor een misdraging had gedaan. Dat was, op dat moment was dat te veel effect en daar moest een soort van minimumstraf worden gezet. Daar kleven ook weer nadelen aan. Maar we zitten hier niet eigenlijk, die gedragscode is eigenlijk helemaal niet om te straffen. Het is eigenlijk bedoeld om richtlijnen mee te geven voor zowel de scholen als voor de leerlingen, als voor de ouders, vergis je niet. Die hebben eigenlijk de allerbelangrijkste taken natuurlijk bij de het gedragingen van de leerling. En wat daar dan mee gebeurt, dat is stap 2. Ja, ik heb het vanochtend even door mogen bladeren. Het gaat over een stukje preventie, uitleggen, gevolgen van pesten, hoe dat vervelend is, ook de mogelijkheid op melden, ouders erbij betrekken, nadruk op respect voor elkaar. Daar heb ik zelf ook zo'n 2,5 jaar in het onderwijs rondgelopen als workshopdocent. Ik ben meer dan 100 verschillende scholen geweest. Er is volgens mij geen school in Nederland waar dit niet in enige vorm al op een mooie poster aan de muur hangt. Nee, dat klopt. En het respect is natuurlijk ook zo'n containerbegrip. Ja. Wat voor verschil gaat dit dan maken, dit plan? Nou, het enige verschil wat het gaat maken is dat we nu zorgen dat iedereen dezelfde normen en waarden hanteert. Dat is wat dat zou moeten zijn. En dat is waar dit plan in voorziet. En dat is echt wel nodig, want het is echt zo dat ook het pestprotocol, dat wordt op de ene school heel anders geïnterpreteerd als de ander. Qua meldingen is het ook vaak zo dat bij sommige scholen wordt het redelijk snel onder de tafel geveegd, horen wij. En bij anderen wordt het juist heel streng en strak opgepakt.
ook goed. Allebei is goed natuurlijk. Maar het zou fijn zijn als we daar een soort van protocol voor opstellen waar alle scholen zich aan houden. Ja, maar wordt dit niet toch weer gewoon een soort papieren tijger? En je hebt één keer per jaar komt er iemand van een of andere antipestenorganisatie een PowerPoint houden en iedereen zit een beetje sukkelend in de klas? Nou, kijk, alle regels die je opstelt, die moeten natuurlijk of worden nageleefd. Dat hangt natuurlijk ook af van de school zelf. Maar het is wel fijn dat je als ouders bijvoorbeeld weet waar je een klacht kan melden. En dat serieus wordt genomen. En dat het overal even serieus wordt genomen. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, er zit natuurlijk altijd angst op het moment dat je pesten gaat melden. Hè? Want je hebt als school natuurlijk nooit volledig zicht op je leerlingen. Wat ze na school doen, wat ze online doen. Dat is natuurlijk helemaal een aparte wereld. Ja, dan kan de angst bij slachtoffers van pesten zijn. Ja, als ik het meld, dan wordt het alleen maar erger. Nou, dat is een hele terechte angst. Dus er moeten mogelijkheden zijn. Ja, maar hoe kun je dat nou ondervangen als school? Want je hebt geen zicht wat er vervolgens in de klasse-app, WhatsApp gebeurt. Wat er op achter het schoolplein gebeurt. Nee, er moeten zeker anonieme mogelijkheden zijn. Uiteindelijk, die leerlingen uiteindelijk komen ze daar toch weer terecht. Dus wie er dan ook heeft geklaagd, dan krijgt die leerlingen het alsnog op zijn brood. Ja. Nou, zorg dat daar dan adequaat tegen wordt opgetreden. En dat is natuurlijk ook weer een kwestie van meldmogelijkheden. En als nu moet dat dus de ouders moeten naar de rector gaan en te zeggen van nou, Jantje en Klaasje die pesten mijn zoon Pietje. Dat is een hele directe en hele makkelijke aanwijzing. En een hele directe, ja, zeg maar, aanwijzbare dader die zeg maar zorgt dat er melding is gemaakt. Nou, dat zou wat onderzichtiger moeten. Waardoor dat gewoon anoniem kan. En dat je dat ook bijvoorbeeld kan doen ten opzichte van leerlingen of die niet jouw eigen zoon zijn bijvoorbeeld. Ja, want zou daar ook een grotere rol bij de ouders van pesters moeten gelegd worden? Dat die ook toch deels verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag van hun kinderen? Nou, dat is een heel groot probleem. Dat zien we steeds vaker. Dat is niet alleen op school. Dat is ook bij voetbalclubs en dergelijke. Dat ouders heel weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen kinderen. En het nadeel is natuurlijk dat dat ook per persoon verschilt. En dus ook per school verschilt. En dat is nou precies waarom we denken dat het helpt om een soort van uniforme gedragscode op te stellen. Dat er een soort van richtlijn is dat de ouders hier en daar aan gehouden kunnen worden. Ze tekenen dat ook aan het begin van het schooljaar. En dan kunnen we in ieder geval hopen dat het wat oplost. En is dit een garantie daarvoor? Nee. Nee, maar het zou wel helpen ook als je dit vanuit de gemeente zou doen. Want dat is natuurlijk, als dit vanuit scholen zelf georganiseerd wordt, is het natuurlijk ook weer anders dan als het hier vanuit het stadhuis wordt opgelegd. Ja, want er is zo'n samenwerkingsverband al met scholen. En daarin zijn ook een aantal van dit soort dingen al opgenomen. Ik denk dat het vanuit de gemeente moet gebeuren, inderdaad. Ja. We raakten net al eventjes aan toch mensen misschien wat eerder voor de klas zetten. Dus PABO-studenten, onderwijsassistenten, misschien mensen die een tijdje uit het onderwijs zijn weggeweest terugzetten. Ontstaat onrust in klassen en gepest en vervelende situaties en klassen die je niet onder controle kan houden. Niet ook juist op het moment dat er onervaren leerkrachten staan die zonder overwicht, zonder ervaring dat moeten gaan aanpakken. En versterk je dat niet alleen maar op het moment dat je meer onervaren mensen voor de klas hebt? Ja, nou, je doet wel twee dingen even tegelijkertijd. Ervaring en overwicht, dat is niet altijd hand in hand. Maar ik ben met je eens dat mensen die wat meer ervaring hebben er wat makkelijker mee om kunnen gaan. Maar ik ken ook wel hele oude leraar bij mij vroeger op school. Die konden absoluut geen orde houden. Dus dat is nog geen garantie. Nee. Maar is dat niet het belangrijkste eigenlijk waar je op zou moeten inzetten? Ja. Wil je die scholen weer onder controle krijgen? Die leerlingen onder controle krijgen? Ja, maar ik denk wel dat het dan helpt dat zo'n leraar ook een soort van machtsmiddel heeft. Vroeger hadden wij respect voor de leraar. En de leraar had een Spaans rientje. Ja, meer of mindere mate moet ik wel eerlijk toegeven. Maar daarbij was wel altijd duidelijk dat de leraar, die kon wel met een belletje naar huis, kon die best wel wat schade aanrichten. Nou, dat is inmiddels niet meer helemaal zo. Dus de ouders die hebben ook vaak een houding van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. En daar moet natuurlijk de allereerste gedragscode die daar zou moeten gelden is natuurlijk bij de ouders zelf. Die moeten leren weer om op te komen voor de gedragingen van hun kind en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja. En ja, daar hebben we natuurlijk maar beperkt zeg maar invloed op als gemeente, zonder meer. Maar ik denk wel dat als je de richtlijnen meegeeft en je bespreekt ze aan het begin van het jaar, dan kun je die mensen er wel makkelijker op aanspreken. Ja, het is misschien geen magic bullet die alles oplost, maar het zou in ieder geval een stap in de goede richting zijn. Ik wou dat ik die had. Dat zou fijn zijn. Dank voor het hier naar de studio komen. Ja, Kom, raadslid voor Hart voor Den Haag. Heel erg bedankt.